Het motto is doneren streng. En nou ja, er is hier een mevrouw die echt, nou ja, die jaren bezig is geweest met het kweken van haar haar. En... Kom maar, ik denk ook niet dat het gewoon lukt. Ze heeft gewoon pech. Het kan er niet, ja. Waar Sanne wel goed in is, dat is zingen. Samen met Ed Struilaert maakt ze voor Thijs een persoonlijke versie van het liedje Midden in de Winternacht. En dat klinkt dan zo. Thijs is geboren. Wanneer eigenlijk, Thijs? 25 december. Nee. Ja. Laat de peltrom horen, Thijs is geboren. Ah. Ah. Nou, geweldig. Wat mooi, hè, Thijs? Ja, prachtig. 3FM, Serious Request. Update. Dat is ongeveer wat er de afgelopen uren gebeurd is. Over 2 uur krijg je weer een nieuwe samenvatting van me. En check ondertussen ook 3fm.nl en kom zelf in actie. Ah, dankjewel, Lieke. Graag gedaan. Mooi plaatje gezet. Het is Nee, dat meen je toch eens eventjes niet. Ik had net een plaat ingestart. Gaat alweer de deurbel. Wacht even, hoor. Ja, dames en heren, het is Sandra van Nieuwland. Hallo. Hallo. Hoi. Hallo, ga je mij nou een gouden plaat uitreiken? Ik heb wel iets moois meegenomen. Oh, oké. Okay. Nou, ik draai even een liedje. Ik ben gewoon blij dat je er bent. Even soundchecken toestanden. Man, wat een ochtend is dit. Zo dadelijk, live dus, Sandra van Nieuwland. Maar eerst, ja, dat is wel toevallig, dat ik hem draai. Richie Edwards is vandaag jarig. Als iemand hem wil feliciteren, graag, maar niemand weet waar hij is. Dat is de verdwenen bandlid van de Manic Street Preachers. En hoe toepasselijk, If You Tolerate This...
Kees van Koppen weet het mooi samen te vatten. Als we niet meer voor elkaar zorgen, dan is het einde van de wereld pas echt dichtbij. Ja, dat is mooi. Niet die weten dat dat natuurlijk totaal onzin is, maar het is wel waar. If you tolerate this, your children will be next. Kom op mensen, vraag een plaat aan en bel nu 0909-1336. Oké, even een boodschap. Niet voor mensen in de auto, maar meer voor mensen hier op de oude. Nog één keer. Eventjes van voor tot achter wil ik jullie zien springen. Daar gaan we. Ja, applaus voor jezelf hoor. Jongen, jongen, jongen. Heerlijk was dit. Begin de dag met een dansje. Nou, en hoe? Titanium van natuurlijk Sia en een beetje David Guetta erbij. Ah, die wordt ook vaak aangevraagd. Bedankt daarvoor, want dat zijn van die lekkere, nou ja, energieplaatjes. Dat geeft wel een boost. Even kijken. Onder andere John Dormerik. Of Domerik moet ik zeggen, want een Domerik ben ik. Uit Den Bosch. Dan heb je Gijs en Cornel Schone. En die hadden het al voorspeld. Die zorgde ervoor dat heel de markt in Enschede uit zijn dak gaat. Willeke de Weert. Eigenlijk hou ik helemaal niet van dit soort muziek, maar dit is zo lekker. Samen met mijn meiden van bijna 13 gaan we uit ons dak. En dit de Fleur Hezen. Omdat op dit nummer ons babytje is gemaakt. Te gek. €50? Ja hoor. Ben ik goed? €50. En €25 nog van Mirjam Dijkstra. Die dit aanvraagt voor de collega's. Te gek. Vraag je plaat aan, doe het via 3fm.nl of bel 0909-1336. Ja, Sandra, kom er even bij. Want, ja, ik moet zeggen, ik word een beetje hebberig.
titanium, nee, dat bestaat geloof ik niet. Maar zou het platinum zijn of goud of... Oh, je hebt het een beetje gezien, hè? Nee, maar dat is het stomme. Dat weet ik gewoon als muzieknerd. Als er zo'n ding omheen zit, is het altijd iets met een plaat. Misschien heb ik al een tekening gemaakt of zo. Ja, dat zou ik nu eigenlijk heb je helemaal gelijk. Of een van mijn kinderen. Ja, maar echt altijd als er zo'n soort glans aluminiumfolie ding erop over zit, dan... Nee, goed. Nee, je hebt gelijk. Het is een plaat, maar... Het mocht eigenlijk niet van mijn zoon. Nee, dat kan ik me voorstellen. Die zei, nee, dat doe je toch niet? En toen dacht ik, nou... Ja, ik had de luxe van, welke ga ik doen? Ja, precies. Want zo, ja, dat is ook wel weer zo. Hè. Ja. Dat zal maar wat goed zijn. Dus ik dacht echt, oh, wat zal ik doen? En toen dacht ik, nou, als ik het dan toch ga doen... Wat is het? Dan doe ik het goed, dacht ik. Dus het is echt mijn allermeeste dubbelplaat. Gelijk al die more. Let's hear it for the babies heb je opgezet. En een krabbeltje, de dubbelplatina award van Sandra van Nieuwland. Ik hoop dat er ook dubbel op geboden wordt. Ik hoop het. Ja, nou dat denk ik wel, ja. God, je hebt dus al meerdere platen. Hè? Want ik had vanochtend het bericht, was ik helemaal blij dat je hier vanochtend ging komen. Dat jouw album ook bam, zo op één staat, hè? Ja. Echt. Ja, heel raar dit. Wat is nou het meest veranderd in je leven? Nou, ik ben nog niet. Ik ben eigenlijk meteen na de Voice zijn we wel gewoon meteen de studio ingedoken. Met Tjeerd Oosterhuis. Dus eigenlijk gewoon meteen vol aan de bak. Dus het normale leven is nog eigenlijk helemaal niet aan de gang. Ja, misschien komt het ook nooit meer terug, Sandra. Nou ja, ik moet toch wel af en toe bij mijn kindjes thuis zijn. Ja, tuurlijk. Oké, dus daar voel je nu al bijna schuldig over, hoor ik hier een beetje doen. Nou, ik ga wel de kerst even samen met ze doorbrengen. Ik ben wel ietsje vaker weg geweest dan normaal, maar... Ah, tof. En veel optredens neem ik aan, of ben je daar nog niet eens mee begonnen? Nou, ik heb nu nog geen tijd voor gehad. We zijn echt meteen de studio ingedoken en er komen wel optredens aan. Dus. Ik vond dat zelf leuk. Het was een beetje vaag, een soort showbiz-robbel dingetje. Maar dat je duurder bent dan Leona die eigenlijk The Voice gewonnen heeft. Ja, ik heb zoiets gehoord. Ja, ik weet het niet. Ik weet ook niet hoe het onder de strepen uitvalt. Ik heb geen idee. Dat maar... is ook wel een ding. ik was echt aangenaam verrast door jouw versie van A Night Like This. En dat was een beetje zo'n vaag soort dingetje. En kijk, als iets niet mag, dan moet je tegen mij zeggen, weet je wel. Dan word ik gek, dan vind ik het fantastisch. Dus dat is ook precies wat er gebeurde. Want die A Night Like This was eigenlijk bedoeld, want iedereen ging ervan uit dat jij doorging. En die was toen eventjes verkrijgbaar, toen toch weer niet. Maar ik had hem inmiddels weten te scoren, dus ik heb die plaat veel gedraaid. En ook heel veel reacties opgekregen. Ja. Hoe heb je het zelf ervaren in die tijd dat je eruit werd geknald en zo? Nadat ik eruit was, het ging op een goede manier. Daar had ik een goed gevoel over. Ja. Maar met die plaat vond ik wel jammer, want ik had hem best wel graag willen doen. En hij stond zelfs op één even en toen werd hij natuurlijk afgehaald. Dus dacht ik, het was echt extra gaaf dat jij hem dan draait. Weet je ook nog? Ja, hier. Ja. Dat vond ik wel echt super gaaf. En, Haarlem zonder ons, hè? Ja. Ik wist helemaal niet hoor dat je uit Haarlem kwam. Ja, nog niet zo lang. Ik woon er nu iets langer dan een jaar. Ik kom uit Groningen. Ook, dat is wel eentje uit de buurt, ja. Maar bevalt wel? Haarlem is fantastisch, ja. Goed om te horen. Hè? ik moet zeggen, nu is Enschede eventjes mijn thuisstad. Ja. En goed ook. Ja, jij bent ook nogal verbaasd. Je komt hier binnen en ik zag jou echt even een paar minuten van... Oh, wat is dit? Ja, joh, al die mensen. Het is echt onwijs. Ik heb wel eens op het plein gestaan in Groningen. En dan nu in één keer sta je binnen. En dat wilde ik altijd al. Ja. Dus dat vind ik echt je bent echt Je bent echt naar het glazen huis gegaan. Wat gaaf, joh. Ik ben echt heel blij dat ik hier ben. Nou. Wij zijn ook heel blij dat jij er bent. En niet de minste toetsen is Jeroen Rietbergen. Yes. Van de band heb je bij je. En dan gaan we die ook maar doen, toch? Ja, dat is goed. En dan alleen piano. Dat precies, een hele mooie akoestische uitvoering. Hij is natuurlijk aangevraagd. We gaan hier niet zomaar eventjes voor gratis een nummertje doen. Dus ik heb hier Maaike hangen. Maaike, goedemorgen. Goedemorgen. Jij kent hem misschien wel van vroeger, aangezien jij uit Groningen komt. Ja, Sandra die heeft hier in...